Iedereen weet inmiddels dat scheiden met een mediator de oplossing kan zijn om een vechtscheiding te voorkomen. Wat zijn nu eigenlijk de twee manieren? De ene is scheiden met een advocaat en de andere is scheiden met een mediator. Scheiden met een advocaat betekent dat een advocaat voor jouw belangen gaat optreden. En die belangen die worden gedurende de scheiding voor jou steeds meer helder, want je gaat automatisch steeds meer kijken naar hoe ziet mijn kant er in de toekomst uit. De advocaat begeleidt je daarin tot en met de rechtbank. En als dan uiteindelijk de uitspraak er is, dan ben je opgelucht, want eindelijk is deze periode voorbij. Maar het geeft ook een gevoel van alleen zijn. Want je bent niet meer samen. Het wordt heel moeilijk om nog samen dat gezin te vormen. Wat maakt scheiden met een mediator dan anders? Bij scheiden met een mediator kijken we eigenlijk naar drie dingen. Want die verschillen die je benoemt, waar zien we dan toch daar eigenlijk de overeenkomsten? En als we die overeenkomsten niet zien, hoe kunnen we dan alternatieven bedenken? En uiteindelijk gaat het er boven alles om dat jullie een handtekening kunnen zetten onder een echtscheidingsconvenant waar je tevreden over kunt zijn, onder de moeilijke omstandigheden natuurlijk. Maar boven alles wat je ermee bewijst, is dat je voor je kinderen een voorbeeld bent geweest. Een voorbeeld van hoe je in deze moeilijke periode toch samen nader tot elkaar kunt komen. En dat is toch uiteindelijk het belangrijkste, dat jullie als ouders kunnen laten zien aan je kinderen hoe je het goed voor elkaar kunt krijgen.